Het avondcircus. Slam. Hey, en je flink zit te puzzelen op dat wachtwoord. Ik heb gepuzzeld en ik had eigenlijk al een beetje opgegeven. En toen dacht ik, ja, alles komt op twee woorden uit. En die heb ik aan elkaar geplakt. Toen dacht ik, oh ja, dat moet hem zijn. Als het hem niet is, word ik gek. Oh ja, en wij ook. Want het, oh. Dus het is een samenstelling van twee woorden. Maar Carola heeft ook iets beloofd aan ons. Als het goed heeft. Oh, wat dan? Zeg maar. Ik beloof, als ik hem goed heb, kom, kan ik graag je bier brengen. Oh! Nou, Jezus, ja. Kan het eraf van die 50k die dan eventueel pakt? What the fuck? Jezus, scarebende. Maar goed, whatever. Nee, maar als het heeft geraden, is het natuurlijk nog niet, hè? Nee, ja, nee, ik ben er niet. Nee. Okay. Dan moet je nog, maar dan zien we je sowieso tijdens de grote finale, hè? Dan kom je naar de studio. Ja. Als. Nou, geeft die Bitcoin-meester nog wat te roken, dan is het misschien nog goed. Oké, laten we die kant op gaan. Meneer de Bitcoin-meester, zit u mee te luisteren? Zeker. Carola, zeg het maar, wat denk jij dat het wachtwoord is? Ik denk podiumdier. Bitcoinmeester, toetst u het maar in. Het wachtwoord. Oh, zo spannend. Is... Is het goede wachtwoord. Oh, en het duurde zo lang, Carola. We pissen allemaal in ons broekje. Hè. Oh man, wat moet je... Ja, maar goed, je hebt het nog niet, hè? Nee, ik kan je nu vertellen dat je officieel gekwalificeerd hebt voor de grote finale. Eind deze maand komen alle finalisten hier naar de Slam Studio en ga je strijden om een hele Bitcoin. Maar je bent nou wel heel dichtbij. Ze is dus niet gebeld. Nee, omdat die mensen hadden zoiets van, ja, de radio is duidelijk genoeg, toch? Ja, maar toch. En, Wat? Oh, rot op, joh! Ja. Wat is dit dan, hè? Oh! Het krijg je weer! Wat een giller, joh! Hè? Jezus, jullie zijn... Wacht even, kom even bij die microfoon. Duw even die microfoon onder de sneeuw. Hallo! Ben jij de Carola? Carola? Hi, Carola! Hi. Ja, pak die microfoon maar, hoor. Je kan hem gewoon, zo... Hey, maar jij hebt net het wachtwoord gekraakt. Yes, ik had beloofd als ik hem goed heb, dan kom ik even een kratje bier brengen. Dus nou, bij deze. En je dacht, ik laat gewoon geen gras erover groeien, ik kom gewoon nu. En ik moest racen, want die winkel ging bijna dicht. Tenminste. Ja, ja. Tot achter mag ook je Carola, top. Waar kom je vandaan dan? Zoetermeer. Oh, ze... Nou, wauw, meisje, jij bent helemaal gek. En je hebt je zo gezellig meegenomen. Ja, moest jou. Gezellig, jongens. Ja, lekker. Ja, 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 nee, ja, dan kan je alvast een beetje wennen aan deze plek. Want over een paar weken spelen we hier de grote finale. Dat is spannend. Ja, spannend. Dan wordt het echt spannend. Ja, dan wordt het spannend, maar dan... Oh. Ja, want Carola heeft vanavond het wachtwoord gekraakt. Podiumdier. Ja. Hoe dan ook. Ja. Ja, wel tof dat het gelukt is. Wij hadden hier allemaal zoiets van, oh, dit zal hem toch niet zijn, dit zal hem toch niet zijn. En het was hem. Ja, we hebben net heeft Erik-Jan alle confetti opgeruimd. Dus je bent eigenlijk wat dat betreft ik net te laat. Ik zag stofzuigen, ja. Wat was het? Ik doe alles voor mijn geld. Dus maar ik moet overigens wel nog even vermelden dat dit niets verandert aan jouw kansen om te winnen. Nee, dit draagt daar niet aan bij. We vinden het heel sympathiek. Het kratje bier wordt enorm gewaardeerd.